Ja, jullie weten namelijk, Poetin, die heeft natuurlijk de mobilisatie afgekondigd. Ja. 300.000 Russische mannen, in sommige gevallen zelfs zonder enige militaire opleiding, moesten naar het front. Ja. Jullie hebben natuurlijk ook wel de files gezien van de mensen die totaal geen zin hadden om aan die mobilisatie gehoor te geven. Ja. Maar ja, het ging er nogal stevig aan toe, hè? Ze gingen nog net niet huis aan huis, maar er bestond toch wel een kans dat je opgepakt werd. En nou is er dus een gemobiliseerde man in Moskou. En die rent heel snel op een non af. En buiten adem zegt hij: mag ik me alsjeblieft even onder uw rok verstoppen? Ik zal het zo meteen uitleggen. Dus hij duikt onder het gewaad van de non. En even later komen daar twee Russische politieagenten om de hoek. En die zijn overduidelijk naar iemand op zoek. En ze lopen op die zuster af. En zeggen: zuster, heeft u misschien net een man gezien die wegrende of zich aan het verstoppen was? Is die non die zegt van: die heb ik gezien. Die ging die kant op. Ja, dus nou, die twee politiemensen die rennen meteen door de non aangegeven kant op. Dus nou ja, nadat die militaire politie was weggelopen, kruipt die man onder haar rok vandaan. En hij zegt: ik kan u niet genoeg bedanken, zuster. Ik kan u niet. Dank u wel, dank u wel. Want ja, u moet weten, door die mobilisatie, maar ik wil helemaal niet naar Oekraïne. Ja. En die non die zegt: oh, dat begrijp ik volkomen. En die man die zegt: overigens, toen ik even onder uw rok vertoefde, u heeft wel een paar geweldige benen. Ja, zegt ze, ja. En als je wat hoger had gekeken, had je ook een paar geweldige ballen gezien. Want ik wil ook niet naar Oekraïne.